gaan staan. Ik ben een bijna afgestudeerde informaticus. Een bijna afgestudeerde informaticus? Ik heb nog samen met Jaap op de VU gezeten. Ik weet nog dat iemand mij Jaap aanwees en kijk, dat is de studentenkampioen van Nederland. Ja, dat is 1968. Hoort u het of niet? Ja, zeker. Ja? Ik ben in 72 tot 75 heb ik op de VU gestudeerd. Ja. Daar heb ik mijn kandidaat wiskunde gehaald. Okay. En daarna ben ik naar de Universiteit Twente gegaan. Dus je bent een puur wetenschappelijk geïnteresseerde. Dus zit je ook op een schakelen, nee, of niet? Daarvoor was ik al heel lang fanatiek zaken. Ah, dus je bent zelf ook. Zit je nog op een schakelen? Nee, ik ben in 72 eigenlijk actief gestopt. Omdat ik die lange avonden te belastend vond. Nou, met vieze spassie. Toen ben je gestopt. Ja, 72. Oké, heb je iets met Polgar? Nee, helemaal niet. Polgar had blijkbaar, of tenminste Ed Schreuder, waar het programma van is, had iets met Polgar. Dat was toen... Sousa, denk ik. Ja, nog niet Judith. Nee. Ja. Maar het was een van mijn eerste schakelcursussen. Okay. En hoe sterk is die, of hoe goed is die, of wat zijn zijn fouten? Nou, de fouten ga ik niet vertellen. Ga je niet vertellen? Nee. Hij kan soms hele onverwachte zetten doen. Hij is selectief. Dit is jouw kant, hè? Dit is mijn kant, ja. Hij is selectief, hè? Dus hij kan ook wel wat missen. Ja. Wat gaat er bij jou branden als je dit ziet? Zeg, hè? Wat gaat er bij jou branden als je dit ziet? Een lampje wel natuurlijk. Ja. Ik ben dan wel bij die Porus op visite geweest. Ja. En we tegen Judith en tegen haar jong middelste zusje ook al gespeeld. Ja. Dus, het was toen ze heel klein waren. Ja. Ja, door mijn... enthousiasme over schaken. Mijn ouders waren er helemaal hip van. Die hadden maar besloten om hem in de schakelmiddel uit Duitsland mee te laten doen voor mijn verjaardag. Maar daar hebben ze ook spijt van gehad, want iedere avond tot... Zeg je met de schakelcomputer? Ja. Ja, ja. Op de bank en ook tijdens het journaal, dus dat werd mijn vader ook een beetje... Oké, en deze, de Diabolo, dat is deze? Of nou ja, omdat er iemand uitgevallen speel ik er met twee. Ja. Dit zijn Novaks van... David Kittinger, dus die staat heel bekend om zijn menselijke speelstijl. Dus, en niet te beroerd is om eventueel materiaal te offeren, zeker als het een soort speculatie is op de koning. Die heeft een speciale zoek, of het nu goed is of slecht is, dat maakt niet uit. Ja? Dus dan probeert hij het gewoon. Maar die kan tot 2800 gooien. Het sterkste programma en dan op toernooi level dan haalt hij zo 2800. Ja. Waar heb ik nou op gezet? Hij staat dus nu op een emulatieprogramma van uit 1984, een heel oud programma. Was toen een microwereldkampioenschap in Glasgow. En dit was een van de programma's die daar ook meedeed en gedeeld winnaar werd. Is dit van Richard Lang? Van Thomas Nietzsche en Elmar Henne. Dat is een heel menselijk programma. Het rekent heel erg langzaam, heel weinig varianten, maar een paar varianten probeert hij wel vrij diep te doorgronden. Ja. Dus het kan zijn dat hij goed zit. Ja, dat is die waar jij het over had. Ja, dus het kan zijn dat hij de goede redenatie heeft, ja, dan zit hij of hij zit er helemaal naast. Ja. Dat kan ook. Okay. Nou, laten we het helpen. Ja. Okay. De tweede helpen. Wat hebben we hier? Ik ben Dirk Tegenbos, ik ben eigenlijk een centrale verwarmingsinstallateur en ik ben nog maar pas niet op de zorgverlening. Maar dit ding heeft mij eigenlijk leren schaken. Ik schak me pas van mijn 25 jaar. En, dus ja, dat is nostalgisch voor mij, deze computer. En, ja, nu kan ik je die van vertellen eigenlijk. Het is een soort tweede liefde of zoiets? Eigenlijk mijn eerste liefde, ja. Je eerste liefde? Ah, niks ervoor. Hans, wil je vragen voor je houden? Maar is die sterk of niet, ja, deze? Dit is het. Jij kunt gelijk kijken wat het is. Fidelity, maar ik weet niet wanneer die daar staat, dus 1915. Ja, kijk, die Fidelities die waren vroeger in die tijd heel sterk, ja. Die zijn van Sitse molen. Ja. En, maar laten we zeggen, tegenwoordig, laten we zeggen, met de krachtige dingen die er zijn, zijn ze niet zo sterk. En ik geloof dat deze. Die kun je wel hebben, want die zit niet in het kastje van Ruud Martin. Ik denk sterke bonden worden, interessant bonden worden voor de menselijke tegenstrevers. Ik ben in bonden thuis. Mijn 13, 14 jaar met een schakcomputer. Ik heb sindsdien heel veel schakcomputers verkocht en aangekocht en zo. Ik ben ook clubschaker. Ik ben eigenlijk van in het begin de tweede combineert. Clubschaker. Maar je komt uit het buitenland hier? Ik ben Belg, ja. Ja. Je komt echt gewoon hier naartoe om dit te doen? Het is Ruud zijn fout. Ruud heeft mij bijgetrokken sinds een paar jaar al. Met het project van zijn Revelations en zo. Ik ben gewoon passioneerd door computerschaken, omdat ik ook
Ik heb heel fel, heel enthousiast schaak gespeeld tot, laten we zeggen, goed in mijn 20 jaren. Toen ik daar aankomen, kon ik helemaal niet goed schaakapparaat, maar dat was wel leuk. Dat is ook bijzonder, dat het de eerste schaak op de computer was. Later hebben we nog bij Merkelbach gezaakt. Ja, in de Kalfstraat. Ja, is het verkocht. Hebben we nog een testtijdje tegen de Sargon 2.5 gespeeld. Dat programma zou toen de wereldkampioen geslagen hebben, was geweldig. Het kostte 1500 euro. Ja. Dat won ik en dat vond de verkoper niet zo leuk. Ik kreeg zo'n rode boei. Toen heb ik hem maar niet gekocht, want het was toch een beetje duur. Maar in ieder geval, later hebben we nog een keer een schaakcomputer de Navista Milano laten meespelen aan het DOS Letter toernooi. De Bonnie met 7-8, dat was ook wel grappig. En wat betreft, zo zijn we de interesse gehouden voor de schaak. Later kwam computer schaak erbij. En wat betreft deze computers, dat is de Cyberpresident. Die heeft Peter van Hein Veldhuis gekregen een aantal jaren geleden. En die computer die heeft een programma van Morsch met een A10-processor, A8-processor van 10 MHz. Dan doen we wel eens een Z en die nemen we terug. Hè. De Z is pas voltooid als we bij het volgende bord zijn. Dus je moet niet alvast die Z in je computer gaan zetten terwijl wij nog... Want je hebt wel eens, dan sta je zo, dan sta je, doe je een beetje zo. Je denkt eigenlijk met je handen. Hè. Maar op het moment dat je zo doet en ik loop weg, en dan kom ik niet meer terug. Maar het is niet zo dat ik terugloop, maar... Katie kon je wel schieten. Daar heeft u me wel een soort kleine dingen over gezegd. Maar goed, in ieder geval, ik heb deze computer na Jans dood geërfd. Ja, hij was wel eens klaar kapot, maar ik heb hem niet kunnen laten repareren. Okay. Er is in 1989 trouwens sterker, snellere hardware ingekomen, Motorola 68.000 processor. Disqualified noemen we dan altijd thuis van toen. En hou jij even. Okay. Ja. En er is een sterke programma ingekomen, ook van Katie en Dan Spreckland. Want Jan Lauwman zou Jan Lauwman niet zijn als hij dat niet deed. Ah, ja. Hi, mijn naam is Tobias Kohler. Hallo. Tobias Kohler. Ik woon sinds bijna 14 jaar in Nederland. Ik ben ook van oorsprong Duits. En ik werk ook sinds 14 jaar in Nederland. Ja, ik woon in Dordrecht. Ben je schaker? Ik ben schaker. Eigenlijk ben ik begonnen met schaakcomputers, maar sinds dit jaar ben ik in Dordrecht schaakclub. Ook op een club gegaan? Op een club gegaan en ik vind het hartstikke leuk. Wat vind je schaakinteresse? Ja, die was er al toen ik een jaar of 14 was. Ik vertelde het net. Zaten we in de kerk en waren al heel snel de eerste zetten konden we blind doen. Dus dan fluisterde ik naar mijn vriend. 1, 2, 3, 4. En dan kwam hij terug. 1, 7, 1, 5. En zo na 8 zetten ongeveer konden wij toch niet meer verder. En kwamen thuis. Dan zetten we heel gauw die stelling op. Die stelling op. En dan kwam mijn vader binnen. En hij zei, god, zijn jullie al zo ver? Maar in die tijd was ik dus al met... schaken bezig. Later ben ik ook op een club gegaan en ik heb gelezen in een blaadje van 1950 ongeveer, een computer kan gegevens van de gemeente, van de mensen die, van de inwoners van Ede, kan die zo ophoesten en kan zelf zeggen, noem eens alle namen met de derde letter een R bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat kon ik allemaal begrijpen, maar die ene zin die heeft mij zo gefrappeerd. Daar stond natuurlijk, zoiets als schaken zal die nooit kunnen, de computer. Dan... Hein die zegt joh, wat je niet mag doen, want dat vroeger kon dat nog. Ja. Dame D1 maal E8. Ja, dat vertelde ik. Ja, klopt. Dat is gewoon... accepteerde niet. Dat accepteerde niet. Ja, Tim Krabbe heeft toch een stuk geschreven toen hij die toernooi in Pennsylvania. Ja. Oké, bedankt. Ja, hoor, nou, leuk. En deze? De laatste machine. Het is techniek en daar gaat het mij eigenlijk om in mijn carrière. Daar staat de machine met wat ik had willen spelen. Klein, mooi, compact medium. Een beetje gedegradeerd naar de onderklasse. Oh. Maar gewoon een mooi machientje. Niet sterk, maar heel mooi. Klein, compact, leuk spel. Novag Robot Adversary. Ik heb hem meegenomen, maar die dingen gaan aan de loperband stuk. Dat was met de grijparm. Ik heb hem maar even... Ik had hem willen demonstreren, is niet gelukt. Ik speel nu met reservemateriaal van Luc. Want ja, het is techniek, dingen gaan kapot. Turbostar 432, je moet snel van Kaplan als programmeur. Ja, bekend. Ook een goede schaker trouwens. Dus ik weet er niks van, maar dat is ook de bedoeling. Ik weet niks van het schaakspel. Ik vind techniek leuk. Nou, dat is mijn hobby. Maar jij bent dus geen schaker? Ja, 1400, 1500, 1600, een beetje niet. Ja, dat zijn de goede.
zijn straks nog plek vrij. Overal vrij kort ver. D4. Zeker D4. Beetje mee, ik heb zeker niet eens zien. Ik doe het even op. Thank you.
Oké, ja. Dan heb ik nog twee borden. Oké. Dan gaan we. Ik hoef niks te doen. Je hoeft niks te doen. Ja, ik heb er alleen over. Is dit wat dan? Nee, dat is absoluut niet waar. Hier staat zwart minder. Denk ik. Hij speelt dame D6. Hij speelt wat? Hij gaat dame D6 spelen. Oh. Dame C6? D. Dirk. Dame Dirk 6. Ja. Zal jouw evaluatie niet meteen beïnvloeden, begrijp ik, maar ja. Nou, misschien wel. Dat weet je maar nooit. Nou ja, dan heb je D5. Wat speel je dan nu? Ja, dat weten we wel. Ah, dat weten we wel. Dat komt er straks. Nee, maar ik bedoel, ik denk dus, nou oké. Okay, ik denk dat die dicht schuift namelijk. Ja, maar die is C5. Dat kan ook. Dus ik bedoel, ik weet niet wat je met dicht schuift bedoelt. Hier kees C. Nou goed, hoe dan ook. De computer denkt dat hij beter staat. Ja. Ik denk dat... Dat heb ik koning bereid. En dan E5. Dus, dan staat zwart beter. Jullie vinden het andersom hier. Nou, ik weet het niet. Ik zit in de stelling nu voor de eerst. Ik zou zeggen, neem je tijd. Dus jij neemt hem zo over. Ja, ik sta goed op te letten. Wat zeg je? Ja, een 6. Oké, ik heb dit. Ik weet niet wat hij dan zou willen spelen. Ja, maar een 6 heb ik al gedaan. Ja, dat is niet waar. Nee? Op termijn op paard A4 en ik hoef geen 6 binnen. Ja. Eigenlijk, als ik het zo objectief bekijk, je hebt twee stukken, die weinig doen. En al mijn stukken zijn allemaal in de actief. Aanval. En dat is een beetje het probleem. Nou ja, goed, maar veel. Maar winst dat van. Winst dat beter? Ja, dat wel. Sowieso. Ja, maar goed. Je had het niet gered, hè? Nee, hij blijft wandelen. Ja, maar op paard A4 bedoel je dat? 68, 68. Want op paard E7 heb ik F4. Kijk, bijvoorbeeld, stel dat hij dit doet en even kijken wat een stelling is. Ja. Ik bedoel, er is geen enkele zwakte. Jij kan niks aanvallen. En ik. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar ik weet, misschien moet je naar paard A4 iets anders doen. Je kunt hier staan weer op de hier binnen. We hadden een stelling waarin ik op min 35 stond. Ja, zwart stond ietsje beter. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Staat nou een pion voor. Ja, naast, ja, dat is. Nu ja, begint dit is, die had ik niet gezien, die zet. De laatste zet was. Ja. Ja, dit ziet er. Zeg eens wat dit op ziet er verloren uit. Ik zou het toch. Ja, je hebt enorme drukjes aan de pion achter. Of we staan een pion achter. Dit is ook voor zwart nog te spelen met B5. Ik zie niet goed hoe we hier uitkomen. Wat moeten we doen? Hebben we hier nog. G5 dreiging, G5. Hoe komen we hieruit?
eigenlijk het liefste met F3 en E4. Maar dat had ik eerder kunnen doen, maar dat had ik eerder kunnen. Maar ja, dat was, ik had misschien eerder... Wat wil je dan nu misschien door een E1 of zo? Ja, de computer had op een gegeven moment ook F3 verwacht. Ja, F3 had ik moeten spelen, had ik kunnen spelen. Ja, maar dat is al niet zo gek natuurlijk, want dan heb je die haalijn. Ja, precies, ja. E4 had altijd nog nu. Wat is het tegen E4? Ja, niks. Ja, dan komt die hele derde rij open. Ja, nou ja. Ja, goed. Rijdt het wel. Ja, dan komt die hele derde rij open. E4, ja. Oké, zoiets. Toen het niet meer staan. Oh ja. Ook niet fijn. Ja. Als je iets moet zeggen, is dit, moeten we dit gewoon niet doen. Dit is, ja. Wat vindt de computer? Ja, hij vindt gewoon dat hij een pion voor staat. Ja. Ja. Maar ja, maar dat is eigenlijk nog geen eens het ergste. Het ergste is eigenlijk de stelling. Kijk, ons paard speelt niet. Alles staat verdedigd. Zwart heeft een heel mooi spel. Zowel hier, je kan nog hier ook aanvallen met bijwerpen 4. Je kan hier spelen met... Ik zeg het even wat op. Zeg je niet? Nou, ja, wil nog niet. Ik wil nog. Ja, staat nog even. We moeten iets doen. Ik weet niet of de computer dit zal winnen, hoor. Maar. Ja, maar daar gaat het niet om. Als je dit moet evalueren, dan kun je niet anders zeggen dan... Hij staat een pion voor en betere stelling. Ja, wat moet je dan doen? Hm. Er is geen andere uitslag. Ja, dan verzamelen we meteen de volgende. Zit de kopie. Kijken wat hij zegt. Staan de machines in? Ja. Ik zou eerst door CA spelen, jongens. Nee joh, dit is D6, dat is gelijk uit. Wat moet hij nou nog doen? Sorry, nou denk je niet dat? Ik bedoel, ja? Ja, dankjewel. Ik zie erin, want het toren E6 kan het toch doen. Wat zeg je? Toren E6 kan het toch doen. Toren E6. Wat vindt de computer van de stelling? Hij vindt nu dat hij gelijk staat. Ik denk dat hij overweegt deze set. Niet te geloven, maar dat overweegt hij. We komen hier terug straks nog, hoor. Want, wij zijn even zien over alle partijen. Ja. Even je papiertje meenemen. Deze heb ik al gewonnen. Ja. Die is al gewonnen. Ja. En deze. Want het is voor 5 Ja, hier mag je, dit moet je gewoon remise geven. Je kunt hier niks, natuurlijk zal dit weten, maar dat mag je nooit een opper verklaren. Dat kan je niet maken. Er is nog te weinig gebeurd. Vincent B. Ik heb dat nog wel. Ja, gaat dat op? Ja, ik wou zeggen, ja precies. Wat is er gebeurd? Mooi gedaan. Mooi aan. Mag ik een papiertje? Ja. Oké, dan komen we. Wat ze? Ja, precies. Wat? Wanneer? Hoe lang? Remise? Een kwartier? Nee, ze is remise geworden. Interessant ijsspel, maar ja. Niet voldoende. Goed. Mag ik je papiertje? En dan toch even. Nou, hier heb ik nog verschrikkelijk zitten klungelen. Hij is nog steeds, hij is geen millimeter opgeschoten. Nee. Ja, aan de andere kant, hij zat nog steeds een stuk voor. Ja. Ja, dat moet je doen. Ja. Alleen, ik heb hier zo neer. Ja, dat is fantastisch. Hij kan niet op D3 slaan. Nee. Ik kan hem hier slaan. Nee. Ja. Dus ik zit de hele tijd te wachten, wat doet hij? En... Ja, hij heeft nu geen 6 gespeeld. Nou ja, oké, maar ik doe niet. Ja, maar gaat hier neemt dan het hier gaat. Maar even draaien niet, de koe valt even uit. Ik sla even uit. Ja, oké. En dan komt alles open. Maar kan er geen. Nee, natuurlijk staat hij een stuk voor, dus ik bedoel, dat begrijp ik ook wel. Maar de computer is niets opgeschoten in de achterliggende, weet ik veel, hoeveel zetten zitten we nu? 13 zetten. Maar ja, je moet dit... Mijn ellende was, ik stond natuurlijk goed. Ja. Je moet dit omgeven, objectief toen je een stuk achter staat. Maar, mooi gedaan. En dan deze, ja, dat moet er gewoon eens in. Ja, hij gaat nu toren. Ja, hij biedt de pion dan deze weer terug. Wit staat iets beter, maar niet noemenswaardig. Ja, wit is een klein beetje verbeterd van min 11, of min 0.11 naar min 0.28. Ja, oké, okay, nou. Maar, ja. Niks aan de hand. Dat is gewoon een. Ja, je slaat. Maar ja, oké, okay, zo. Mooi de mieze. Nee, dat kan je niet maken. Oké. Okay. Dan hebben we deze meneer. Ja, het opzoeken van de waarde, dat heeft de zaak even gestoord. Ja, deze moeten we ook remise geven, want ja, er is nog eigenlijk te weinig
Er is niks gebeurd. Die heeft een zwakke pion, maar ja. Ja, wat moeten we? Dame A4, hè? Dus nee. Oh, sorry. Oh, ja, nee, maar dat moet je anders doen hier dan Remise. Okay. Je hebt niks aan. Oké, Remise. Dus dit is de vraag. Ja, dit heeft ook wel centrum, hè? En je hebt een zwakke pion hier en hier en hier. Maar je kan dit niet gewonnen ervaren. Nee, helemaal niet. Dus dat is wel minder, hoor. Want u staat minder. Ja. Ja, en hier ga je een pion verliezen. En dat vindt de computer. Kunnen we niet opvaren? Kun je opvaren? Ja, goed, je gaat een pion verliezen. Ik weet niet, ik zie niet goed hoe je. Je verliest gewoon deze pion. Of je moet hem. Ja, nou, hij valt niet. Dan pakt hij die. Hij pakt hem. Ja, oké, okay, maar dan pakt hij die. Sorry, dan heb je dit. Ja, we staan hier gewoon een gezonde pion voor. En ik zie niet wat je hier hebt. Dus ik zou niet weten. Ja. Nee, ik zou niet weten wat je. Ja, maar. Maar met gewoon een volle pion achter dat en ook gewoon een vrij pion. Zeg maar. Ik zou niet weten waarom dit niet gewonnen wordt. Nou, dat vertrouwen voorkomen. Ja, oké. Okay. Dank je. We hebben er nog één over. De arbitrage. Ja. Oké. Okay. Deze nou, is. Dank je. We staan minder. Hij heeft toch gevonden. Hij heeft. Na E4 heeft hij nog gevonden dat hij dame D6 zou spelen. Dus jullie geven nu voor, want dan is dit eindelijk. Nee. Hij heeft een mooie score. Ik vind het ook goed, maar kijk als je zelf... Ik wil niks mee bemoeien. Joh. Ik weet niet, als je zo doet, zeg even wat ik hier aan ga vallen misschien. Want ik zat te denken zo, dan gaat hij weg, bij zo'n spreker. Nu speel je F3, nou heb je dit allemaal onder controle. En kijk, nou komt die zo natuurlijk. Ik merkte dat zo'n wisseling het toch niet makkelijk maakte. Ik zag jou, ja, toch even de partijen absorberen die Hans heeft achtergelaten. Ja, want het begon al hier bij deze partij, de eerste. Ja, meteen. Ja, precies. En wat me wel opviel, Hans, maar dat zal naar mij liggen. Jij gaat er als een raket vandoor in het begin. Hè. Dat, nou ja, dat is misschien een aanpak. Ook hier vond ik het opvallend. Je had het even nodig, maar dan ga je ook meteen aan de slag. Nou, ik moet zeggen dat, kijk, een simultaan. Als je die speelt tegen mensen, dan doe je dat eigenlijk, dan heb je heel vaak, mensen kunnen 30 borden of zo, en dan vallen er wat af. En dan heb je ook moeilijke stellingen, hier en daar. En wat je dan doet is, want dat is je speelt natuurlijk in je eentje tegen iedereen. Wat je dan doet is eigenlijk, je doet een soort combinatie zoals wij daar hadden, en met een paar Malgezes of Havi of wat dan ook. En in die combinatie zit ergens een lek, dat weet je. Wat je dan doet is bij alle andere borden neutrale zetten doen. Dus zetten A3 en 1 en dingen die er... En dan sta je... 12 seconden later sta je weer voor zijn neus. Kijk, en nou gaat hij fouten maken. Kijk, en dat doe je als je tegen menselijke spelers speelt. Dus die mogen 30 seconden nadenken. Dus dat kan toch niet. Ik heb ook nog even een additionele opmerking die voor zowel de organisatie als voor ons zeg maar enig hout snijdt. En dat vinden we alle drie vinden we dat leuk. Namelijk, als ik de eerste ronde bekijk, dan heb ik Hans een verloren partij overgeheveld. Ja. En die heeft hij nog heel goed gehouden, want die was aan het einde nog onduidelijk, ondanks dat hij dan zeg maar... Minder verloren. Ja, minder verloren, ja. En Hans heeft mij een verloren partij gegeven, ja. En daar heb ik ook mee gekeken. Dus wij hebben, ik heb toch aardig tegenstand genomen. Dus we hebben van elkaar een verloren partij geërfd. Ja. En de goede stelling hebben we ook. Ja, precies. Dus wij zijn, denk ik, hier staan twee tevreden zitten tafel. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ik wil jullie vragen om de drie prijzen te gaan toekennen. Ja, ja. Ik wou het aan Hans doen eigenlijk, want we hebben gesproken en ik ben het er overal mee eens. Ja. Want daarna heb ik nog een paar andere prijzen. Oh, dus als jij dit doet, dan doe ik daarna de andere. Namens ons drieën. Ja, precies. Dit is het beste design. De prijs voor het beste design. Natuurlijk hebben jullie allemaal mooie designs, maar ik heb met één design heb ik een iets persoonlijks ook. En misschien kunnen jullie me dat vergeven. Ik heb in helemaal in de beginfase van die computer. En die heette toen nog anders. Sargon. Nee. Nee. Hij heette Fidelity. En toen had hij nog geen samenwerking met de Mephisto. En dat was in de periode. Dan heb ik mijn zus een keer die computer gekregen. Want die computer
ook uit zichzelf setjes doet onder het bord. En mijn zus kan helemaal niet schaken, maar die zette die computer in haar huiskamer. En gewoon als de mensen langskwamen, zei, haar man was kok, dus er kwamen mensen van restaurants. En dan stond die computer daar. Ja, foto. De organisatie. En dan heb Jaap nog een paar enkele vragen. Nou, ik heb allereerst, kijk, het is 8-2 geworden. En ik had 6 boeken meegenomen voor als we 6 keer zouden vriezen. Dit zijn de boeken halverwege de jaren 50. Halverwege de jaren 90, waar ik een workshop had in met Hiroyuki Iida in Japan. Het is allemaal nog steeds goed leesbaar. Ik heb nog een aantal dingen. Ze zijn destijds de remises dan? Nee, de remises. De remises en de winstpartijen. De winstpartijen, dat lijkt mij redelijk. Oh, nee, ik heb voor die andere, voor de winstpartijen, voor die zorgs. Ik moet even kijken, want Hansi zegt mij dat de remises is ook iets extra. Ik hoop nog graag in de winning te zijn om dit soort verhalen en dit soort manifestaties luister te hebben. Dank u wel, wel thuis en graag tot ziens. Ik nog even het laatste woord aan Hans, maar voordat ik dat doe, wil ik toch de beide heren bedanken. Want die heeft het toch maar gedaan, die is er van achter gaan staan en samen met Hans deze uitdaging aangegaan. Ik zie het alsof ze samengewerkt hebben. Dat heeft ook een belang voor me, hun zien het als een weddenschap. Maar het eind, dat moeten jullie zelf maar bepalen. Ik zie even dat ze samengewerkt hebben, dat is een belang voor mij, want de eindstand is 8-4. En als ze samengewerkt hebben, dan zie ik het toch dat we eigenlijk redelijk in evenwicht gebleven zijn. Zo tel ik het maar. Er zijn twee kanjes van schakers, wij met z'n 12. 4-4-4. Zo leg ik hem even uit. Ik zie een gelijke stand als laatste resultaat. Maar ja, dat is altijd een beetje wat hier gebeurt. Toch een mooie prestatie van beide heren. Deze is voor jou, ja. Ik kom het niet later, met een klein geschenk om er wat leuks mee te doen. Want je hebt toch wat meer gedaan dan dat we gehoopt hadden. Dank je wel voor. Deze is voor jou. Ik heb nog een heleboel biertjes bij je mogen drinken in de voorbereiding, dus moet ik toch teruggeven. Het laatste woord aan jou, Hans, volgens mij. Ja, ik ga naar, als het Jaap gesproken heeft, dan moet je heel snel wegwezen. Ik vond het een hele leuke uitdaging. We hebben heel veel in de voorbereiding zitten denken van hoe maken we dit nou leuk en toch binnen de tijd, weet je wel. En volgens mij is dat aardig gelukt. Ik zou zeggen, laten we lekker wat gaan drinken. Het was een mooie en van wel. Dankjewel. Hou je prijs nog even omhoog. Even omhoog, ja. Oké. Mooie outfader.